Heel erg welkom allemaal. Leuk dat jullie bij onze sessie zijn. Sommige mensen hebben misschien ook Isabel Vries net in sessie 1 gehoord. Dus die heeft al heel veel uitgelegd over het ruimtelijk raamwerk. Wij gaan het specifiek over het Keide Pand hebben. En wij zijn Volkert van Hagen van Groep A Architecten. En ik ben Monica Adams van Studio Adams Architecten. En wij zijn beide onderdeel van het Keide Collectief in het Keide Pand. Ik zal eerst een stukje vertellen. Er zijn heel veel verhalen over M4H en over het Keide Pand vertellen. Maar ik zal eerst iets over de aanloop vertellen aan Keide. En dan neemt Volkert het over om meer over het gebouw en over het pand, de hele aankoop te praten. Ik ga gewoon beginnen. Het Keide Pand. Ja, het is een heel mooi pand. Het is een pand uit 1922. Heel bijzondere betonconstructie met mooie paddenstoelkolommen. Hier nog wat beter te zien. Eigenlijk elke verdieping anders. Het is 1922 dus gebouwd. En zelfs zo bijzonder dat het ook op de wereldtentoonstelling is geweest. Het staat in het MVH-gebied, dat is onderdeel van het Makers District. Het pand is bij de Rode Pijl. Toen wij in het gebied kwamen, 2015, toen was het echt nog een rauw gewoon havengebied. Maar we zagen ook al toch echt wel wat tekenen van nieuwe ontwikkelingen. Dat park was toen vrijwel klaar. Daan Rozengaarde was net in het gebied gekomen. En uit je eigen stad was toen volop bezig. Het pand, het Keide Pand, was nog niet zo geweldig. Het was heel verlaten, donker. Het had 10 jaar leeggestaan. Zat eigenlijk, de klimhal zat er net in, maar verder geen bedrijvigheid. Maar wij, en dan heb ik het dus over de partners van Groep A en toen nog Beckering Adams Architecten. Wij waren ontzettend enthousiast over de capaciteiten en kwaliteiten van het pand. Maar niet iedereen van alle mensen waren zo enthousiast. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk eerst een aantal sessies, 3, 4 keer met elkaar. Wat willen we eigenlijk in dat pand? Wat is de potentie? Wat kunnen we doen? Wat voor activiteiten kunnen we daar gaan ontplooien? En eigenlijk werd iedereen daar zo enthousiast van dat we hebben gezegd, ja, we gaan dit doen en we gaan het niet alleen ontwerpen, maar we gaan het ook echt maken. Dus we hebben een half jaar lang, natuurlijk de grote dingen zijn door Cordeel de aannemer gedaan, maar weekenden, avonden, zelf geschilderd, geschuurd, kasten in elkaar gezet, et cetera. Met als resultaat een ontzettend fijne werkplek. Eigenlijk heel snel met 5 bedrijven op de verdieping. En mooie lunchruimte erbij, omdat voor ons was eigenlijk het allerbelangrijkste goed werken, kennisdeling, het opbouwen van een community en gewoon een hele prettige werksfeer hebben. Dat hebben we zo'n 2, 3 jaar met veel plezier gedaan. Maar ondertussen merkten we dat natuurlijk het gebied zelf er ook iets aan de hand was. En dat is dat een ruimtelijk raamwerk in de maak was. En we praten dan over 2018. En het gebied, heel bijzonder, intentie van havenbedrijf en de gemeente, want dat is sowieso een MVH. Heel belangrijk dat die twee partijen echt aan het roeren staan samen. Maar die hebben ook samen vastgesteld van, ja, wij willen ook dat het niet zo is van haven eruit en stad erin. Maar dat beide eigenlijk beter worden. Maar dat ook dat middengedeelte, dat Makers District, bijzonder gaat worden. En er zijn ook doelen en ambities voor opgesteld. Het idee ervan moet natuurlijk de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, alle maatschappelijke grote opgaves moeten daar gaan landen. Maar ook digitalisering en werkgelegenheid voor de nabijgelegen wijken is heel erg belangrijk. En het moet natuurlijk gewoon een attractieve stad gaan worden. En voor ons was dat heel erg belangrijk, net zoals alle makers die nu in het gebied al zitten.
dat ook is uitgesproken van ja, dat moet ook echt samen met die makers. Dus de innovatie, de creativiteit van de makers, die moeten ook onderdeel zijn van dat hele ontwerpproces en maakproces, de transformatie van het gebied. En dat is ook wel goed, omdat het gebied is ongelooflijk groot. Het is echt zo groot als het stadscentrum van Rotterdam. En nou, stel je voor, als je van Blijdorp via het Centraal naar de Koopgoot loopt, dat is net zo groot als lopen van de Floating Farm via Marconiplein naar de kop van het dakpark. Dus dat is, daar ben je wel eventjes mee bezig. Dus we hebben gezegd, wij willen heel graag daarover gaan praten. Wij willen discussies hebben over die grote onderwerpen. En dat willen we laten landen in NVH. Nou, dat hebben we kunnen starten onder de paraplu van IHBR 2-3 jaar geleden, 2018. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we aankijken zijn gaan organiseren. 4 avonden om te praten over wat betekent circulariteit. Wat doe je dan met afval? Wat doe je dan met water? En wat betekent dat voor ons in NVH? En het was eigenlijk zo'n groot succes dat we dat zijn gaan herhalen, ook met steun van het programmabureau, om te kijken van nou, ja, circulariteit, dat doe je niet alleen. Dus hoe kunnen wij een community gaan vormen? We merkten dat in het gebied natuurlijk heel veel kunstenaars wonen, die waren best wel ook een beetje ja, behoudend van, ja, maar wat betekent dat nou voor ons? Dus we hebben daarover gepraat, wat kan juist die creativiteit betekenen. En we zijn ook met elkaar gaan spreken. Nou, dit was een hele succesvolle avond, volle bak toen het allemaal nog kon. Maar dus ook ja, het ontmoeten, het verbinden. U begrijpt, de borrel na was bijna net zo belangrijk soms als het gesprek tijdens het aankijken. Praten over wat gaat hier gebeuren. Dit is de kaart van het ruimtelijk raamwerk. Dat is uiteindelijk in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. En dat zijn eigenlijk een aantal gewoon principes over het programma. Inderdaad, hoeveel mensen, wat voor dichtheden en dergelijke kunnen komen. En welke menging van maken en wonen komt er. Want dat is dus echt heel belangrijk hier, dat die combinatie gaat gebeuren. Voor ons heel belangrijk is dat er ook 8 leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn vastgesteld. Dus dat het echt gaat om circulariteit en verschillende principes daarin. En als overkoepelend verhaal, collectiviteit als basis van circulariteit. We moeten dat echt samen doen. En nou, we zijn daar gewoon zelf ook al mee gestart met alle mensen, bijvoorbeeld rondom de voedseltuin. Hier Joep van Lieshout die zijn plannen toelicht, maar ook de plannen van de Keijderwerf, de spons, de urbanisten met de sponstuin en Volker die hier vertelt over de aankoop van het pand. Nou, buiten aankijden doen we ook andere dingen, zoals hier bijvoorbeeld uit Rotterdam. Nou, dan komen er echt heel veel mensen hier langs. Ontzettend leuk. Komende maand gaat dat natuurlijk ook allemaal weer gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld de urbanisten die hebben een spontuin ingericht in de voedseltuin. En op die manier het idee van dat we hier ook experimenten kunnen plaatsvinden, dat gebeurt ook. Goed, tegelijkertijd, ja, we waren met het gebied bezig, maar we hebben natuurlijk ook een prachtig gebouw. En daar hadden we eigenlijk ook wel allerlei ideeën over. Ja, ja, jeetje, Monika, dat is, ja, dit, wat Monika nu vertelt is natuurlijk heel moeilijk, want dit is iets wat deels maak je het bewust mee en stuur je erop van waar het naartoe moet. En aan de andere kant overkomen je ook dingen. Ik denk dat het eigenlijk ook gewoon in de verhaallijn van Monika is begonnen met dat we hier naartoe zijn gegaan. Inderdaad, een leeg gebouw wat 10 jaar lang heeft leeggestaan. Dat was de tijd dat het eigenlijk nog crisis was. Wij zijn heel gelukkig hier begonnen met een experiment eigenlijk met meerdere bedrijven in 1 ruimte. Dat vonden we toen de tijd heel spannend. In alle sessies met het hele bureau uitgedacht van hoe mooi zou het zijn. Daar hebben we gedroomd met z'n allen. Maar ja, toen het zover was, toen trokken wij daarin met 2 bureaus en hadden nog een half lege ruimte. En zat er spanning in de lucht van ja, gaat dit wel lukken? Komen er wel andere bedrijven bij? Zien andere bedrijven dit zitten?
Wij vinden het nu heel normaal, maar als ik daar aan terugdenk, denk ik, jeetje, dat jaar, dat was een heel spannend jaar van hoe moet dat dan? En dat is gelukt door HP, architecten en dan de urbanisten en niemand die erbij kwamen. En dat heeft eigenlijk ook wel geleid tot een soort inzicht van wat dat kan opleveren. Als je die samenwerking in een soort collectief met elkaar doet, krijg je ook nieuwe inzichten. Durf je misschien ook wel verder te dromen. Durf je je droom groter te maken. En dat zijn we eigenlijk we zitten nu bijna 6 jaar hier, zijn we dat ook gaan doen. Eigenlijk ook door de gesprekken met alle partijen. Die in ons gebouw zaten, maar doordat je zeg maar zo'n atmosfeer krijgt, wat meer een soort open houding is, zie je dus ook dat je in het gebied zelf meer een open houding gaat aannemen. En daardoor dus veel meer open staat om te luisteren en te kijken van, goh, van hoe pak je nou dingen aan? En eigenlijk liep dat ook allemaal tegelijk op, hè? Toen we uit de crisis kwamen, dat was nadat we jaren in dit gebouw zaten. De gemeente, het havenbedrijf, die gingen werken aan een ruimtelijk raamwerk. Waarin ook alle vraagstukken langskomen waar, en wij gaan als architecten best wel een tijdje mee, maar waar we ook een beetje achterover vielen van, ja, dat is heel interessant, maar hoe doe je dat nou allemaal? Dat is eigenlijk meteen omarmd ook door de bedrijven hier in soort discussies van hoe geef je daar nou goed vorm aan? En wij hebben toen de tijd ook bij de gemeente, zeg maar, onze vinger opgestoken van, goh, wat ontzettend interessant, zeker zo'n gebied als dit. We hebben als bedrijven 20 jaar lang in het Diepenveengebouw gezeten, dus we kennen dit gebied ook al wel een hele lange tijd. Maar natuurlijk super interessant van wat voor stuk nieuwe stad hier zich zou kunnen ontwikkelen. En hoe doe je dat nou? Een van de onderwerpen die heel erg langskwam, dat in dit gebied een mix moet komen tussen wonen en werken. Er waren consultatieavonden met marktpartijen, stedenbouwkundigen. En eigenlijk merkte je dat in al die gesprekken, dat iedereen daar wel zijn hoofd over brak. Hoe kan dat samengaan? Een van de termen die me continu blijven hangen is dat er werd gesproken over zoet en zuur. Nou, ik denk dat iedereen wel kan invullen met de huidige woningbouwmarkt wat dan het zuur was. En waar bij ons eigenlijk wel meteen naar boven kwam. Dat is niet zuur. Dat hele werken, dat kunnen we zelf heel goed organiseren. En we hebben dus inderdaad 5 jaar geleden aan de gemeente ook gevraagd van, nou god, zou het niet interessant zijn dat in een gebied wat eigenlijk dynamisch gaat ontwikkelen, dat wij het keilenpand zouden kopen. Dusdanig dat wij in de aankomende 10 jaar, stapje bij stapje, zeg maar, het hele gebouw zouden transformeren naar zeg maar, het ruimtelijk raamwerk. En op zo'n manier dat er iedere dag wat gebeurt. Hè? Dus dat je niet moet wachten, een paar jaar moet wachten voordat er een ontwikkeling op gang komt, maar dat je eigenlijk ieder jaar een stap probeert te nemen die aansluit met de toekomstvisie waar we naartoe werken. Want dat ruimtelijk raamwerk is natuurlijk fantastisch. Dat moet ook gebeuren. Dat is ook super interessant. Maar we praten wel over 2035, 2050, wanneer het klaar is. Nou, dat is natuurlijk een enorm lange tijd. En dat wij ook hadden van, ja, het is essentieel dat we daar ieder jaar een ontwikkeling in zien. Zeker met de vraagstukken vanuit ruimtelijk raamwerk, die vrij ingewikkeld zijn. Dat zijn eigenlijk ook de grote opgaves waar wij als Rotterdam, Nederland en als wereld voor staan. Hoe doe je dat nou goed? En dat we toch deels ook in een soort experimenteel gebied zitten, is dit gebied natuurlijk ook de aangewezen kans om daar te kijken van hoe je dat moet doen. Daar voelen wij ons heel erg geroepen door. En een van de onderdelen daarin is ook van, wij zijn naar dit gebied gekomen, ten eerste omdat het ons heel erg aantrekt. Zeg maar die ravelrand van de stad, dat dwingt ook af dat je een beetje een overhouding van denken krijgt. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel bazaal. Wij zijn een creatief vak en dat betekent dat wij
nou, zeg maar onze huisvestingskosten, ja, die kunnen niet hoog zijn. En dat zie je eigenlijk in de hele creatieve sector. Dus wij hebben het keilenpand uiteindelijk in een goed gesprek samen met de gemeente, je hebt volgende slide maar, verworven. Daar hebben we 3 jaar over gedaan om daar ook een goede balans in te vinden. En dat was eigenlijk ook wel prettig voor ons, want daardoor hebben we ook 3 jaar lang de tijd gehad om goed te kijken hoe je dat doet. We hebben dus uiteindelijk ook voor gekozen om dat met meerdere aandeelhouders te doen. Om te zorgen dat dat collectieve belang ook geborgd is, hè, dat het niet één partij is die het doet. We hebben eigenlijk gezegd van nou, een businessmodel gemaakt waarin het niet om vastgoed gaat, maar het gaat om een gevuld gebouw. Het gebouw heeft 10 jaar lang leeg gestaan, ja, dan is het niks waard. Maar een gebouw wat gevuld is met interessante partijen die met elkaar verbintenis aangaan en de zoektocht maken naar, zeg maar, de toekomst. Daar hebben we dus deels ook naar gezocht, naar huurders die echt bezig zijn met vormgeven van een nieuwe toekomst. Dat is de waarde. En daarmee hebben we met het gebouw gezegd, nou, wij bevriezen de huur voor de aankomende 30 jaar. Dusdanig dat, zeg maar, dit ook echt een plaats is waarin al deze bedrijven die heel hard werken en heel hard bezig zijn met het zoeken naar een soort nieuwe toekomst, een plek hebben en ook een plek hebben voor een lange termijn. Dus dit beeld laat ook een beetje zien. Dit zijn beelden die we al vrij snel in het begin hebben gemaakt om te duiden van wat zoeken we. We zoeken niet alleen goedkope huurruimtes waar bedrijven kunnen zitten, maar vooral ook die ruimtes waarin de dialoog op gang kan komen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld het hele pand. Het is een ongelooflijk groot gebouw. Daar kwamen we eigenlijk ook pas achter in het traject van als je richting koop gaat, dan kom je dan in het ateliertje, 15.000 vierkante meter. Dat is toch best wel groot. Daar moeten we echt wel een goed systeem op maken. We echt zoeken naar partijen die interessant zijn. En uiteindelijk waar het gebouw bestaat is eigenlijk een mooie middenas. Waarin op iedere verdieping iedere keer 4 grote zalen liggen. Die zalen die zijn bijna 1100 tot 1000 vierkante meter. We hebben echt gezegd van nou, we moeten zorgen dat we in die midden centrale as, dat we daar eigenlijk alle verschillende bedrijven aan elkaar koppelen. Zodat er zoveel mogelijk connectiviteit tussen de bedrijven is en ook zoveel mogelijk wordt gestimuleerd dat die bedrijven met elkaar in gesprek komen. 3 verdiepingen waarbij we ook hebben gezegd van nou goed, als architecten vanuit de bovenverdiepingen die zijn licht, heel luchtig, dat zijn meer de kantoren, daar zitten eigenlijk alle ontwerpers, denkers. We hebben de IABR hier naartoe getrokken, omdat dat natuurlijk een organisatie is die nog veel verder denkt over van wat zijn de toekomstperspectieven. Op de begane grond hebben we echt de maakindustrie. Daar zijn onder andere 3 grote interieurbouwbedrijven die in een markt aan het puzzelen zijn. En in principe in de kelder hebben we opslag, maar daar hadden we ook van ja, gewoon statische opslag, dat is natuurlijk totaal niet interessant. Maar daar hebben we dus, daar zit rechtstreeks, die bezig zijn met een ontzettend mooi programma van hoe je een soort nieuwe voedselketen neer kunt zetten, die dichtbij van de stad is. En echte Rotterdamse makers, zoals de Kaapse Brouwers, Blijewijnen. Dus daar zit eigenlijk een hele voedselproductie. En het meest interessante is eigenlijk dat doordat het een collectieve gedachte is, hè, van we zorgen met z'n allen goed voor dit gebouw. We mogen daar met z'n allen ook in zitten met zeg maar fatsoenlijke huren. En vanuit de huurstromen zorgen we dat het gebouw in een goede staat komt. Want dat is een van de doelstellingen van het keilenpand. Zorgen dat we een goed collectief hebben met werkruimtes. Maar ook zorgen dat we dit gebouw, wat nu ondertussen een gemeentelijk monument is, daar hebben we zelf ook voor ingeschreven, dat is ook wel een bijzonder gebouw, dat we die in een goede staat terugbrengen en opwaarderen. Daardoor is er echt een mooie samenhang tussen alle bedrijven van, ja, ook al huur je, voel je je toch eigenaar van dat keilencollectief. Van we moeten hier goed voor zorgen, we moeten met elkaar connectie maken, zodat we vanuit al die verschillende vakgebieden het gesprek aangaan. Ik merk van als ik alleen maar met mijn
collega's architecten praat, dan zitten we toch met z'n allen in een bepaalde bubbel waarin we denken. En heel mooi aansluitend daarop is, dat is ook aankijken altijd geweest, dat gaat over debat. En debat moet je eigenlijk niet alleen voeren met je eigen vakgroep, die moet je veel breder trekken. Omdat zeg maar, dat super interessant is en dat je daarmee ook nieuwe wissels kunt trekken voor nieuwe oplossingen. Want ik denk dat er ook een hoop vraagstukken zijn die zo ingewikkeld zijn, dat je eigenlijk door verschillende vakgroepen heen moet nadenken over van oké, maar hoe veranderen we dan het spelersveld? Nou, dan kom ik hier bij deze hele mooie print. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Dit heet de Keilenzaal bij ons. Ik bedoel, ja, er heeft ooit Keilenpand op het gebouw gestaan. Dus, en we zitten hier in het Keilengebied. Dus ja, bij ons gaat er heel vaak en heel snel Keilen voor, aankeilen. Maar dan is dit de Keilenzaal. We hebben in het gebouw 1 ruimte vrijgespeeld. Die bedoeld is voor tentoonstellingen, debatten, exhibities. Omdat wij er ook in geloven dat al die bedrijven die in dit gebouw zitten, super interessant. Maar door de tijd heen moet je ook continu die ruimte hebben om nieuwe input te geven. Dus we hebben echt 1 zaal en daarmee ook ruimtelijk is er nog 1 zaal in dit gebouw die in zijn volle glorie helemaal zichtbaar is. Waarin wij de mogelijkheid hebben om de aankomende jaren tentoonstellingen te programmeren. En je ziet hier onder andere een van de tentoonstellingen van de IABR. Helaas, nou goed, we zitten natuurlijk in een raar jaar, want vorig jaar is onze zaal, was die klaar. Hij is eigenlijk maar 2 maanden open geweest en hij is helaas al een hele tijd dicht. Maar je ziet hier met een volle glorie. En dat is ook de zoektocht die we zoeken, dat we met alle partijen die in dit gebouw zitten, maar dat zien we ook alweer breder, in dit gebied, met deze zaal ook een soort platform bieden om zeg maar het gesprek aan te gaan van hoe gaat het verder. En dan gaat het balletje ook rollen. Dat is namelijk ook waar we heel erg naar op zoek zijn. Vanuit eigenlijk dit gebouw waar we begonnen zijn, en je zit hier 6 jaar, van daaruit zijn we de gesprekken aangegaan met onze buurtbewoners, maar ook breder gaan kijken naar het gebied. Zie je hoe rijk die gelaagdheid is. En een van de dingen die we afgelopen jaar hebben gedaan, we gaan deze hoogwaarschijnlijk ook weer terugbrengen, zodat veel mensen dit kunnen zien. We hebben als bureau en als collectief hebben een tentoonstelling gemaakt waarin we eigenlijk de hele geschiedenis van het M4A-gebied hebben onderzocht. En we hebben dat ook gedeeld, omdat we zijn dit uit eigen interesse gaan doen. Maar het is zo interessant dat we meteen ook altijd van, dit moet je meteen delen. Je moet zorgen dat al die kennis, meer zelfs als de onderwerpen die zeg maar vanuit ruimtelijk raamwerk aan bod komen, die we heel erg in aankijlen hebben besproken, is dit bijvoorbeeld de laag van de geschiedenis. Dan kom je er een keer achter dat dit MVA-gebied een ongelooflijk rijke geschiedenis heeft van zichzelf continu opnieuw heruitvinden. Dat heeft zeg maar vanuit ons vakgebied ook ontzettend mooie typologieën, architectuur opgeleverd. Er zijn er helaas sommige van geslopen. Je denkt van, oh, wat jammer. Maar daardoor hebben wij eigenlijk, en dan zie je ook, dan moet je langer in zo'n gebied zitten om het te ontdekken, dat je in één keer ziet van hoeveel rijkdom daar zit. En ook rijkdom in de verschillende type bedrijven. En eigenlijk wat we hier in het gebouw doen, waar we mee begonnen zijn, eerst in onze eigen ruimte met 5 bedrijven in een 1 ruimte te delen. Zijn we nu op grotere schaal in het hele gebouw aan het doen. En zijn we eigenlijk ook op gebiedsniveau. We hebben samen met Joep Vlieshout, Daan Roosgaarde, Soundpoort, Voedseltuin en Keilenwerf en Kunstcomplex hebben een Keilenkwartierstichting opgericht, waarin we het gesprek met elkaar aangaan van goh, hoe zou dit stukje gebied van M4A, hoe zou zich dat verder moeten ontwikkelen? En dat lukt alleen maar als je genoeg tijd hebt
En ook tijd in ja, gewoon puur de tijd dat je vaker met elkaar spreekt. En dat je begrip krijgt en snapt waar de ander mee zit. Dat er een uitwisseling komt van kennis en informatie. En dat je open gaat staan met elkaar van nou, wacht nou eens even. Als wij nou eens op sommige flanken gaan samenwerken, dan kunnen we iets nieuws bereiken. En dan gaat het veel verder dan dat je alleen maar denkt over je eigen kavelgrens. Dan gaat het ook echt veel meer om een... ja, bijna een soort sociaal raamwerk wat je met elkaar aan het bouwen bent. En waar je dus ook gezamenlijk profijt van trekt. En ik denk dat wat ik nu zeg heel belangrijk is. Dat je moet er gezamenlijk profijt van trekken. En dat profijt moet ook wel zeg maar op een bepaalde manier eerlijk verdeeld worden. Dan krijg je een soort mooie collectieve gedachte. Nou ja, hier even een heel mooi beeld van dit gebied. Als we het ruimte voor vragen. Ja, ja. Dit is een heel mooi stukje onderzoek. Wij hopen dat we dat nou, ergens richting het einde van het jaar, als het weer kan, toch nog één keer kunnen tentoonstellen. Want we zijn er uiteindelijk zelf ook nog een stukje verder in gedoken. Dit gebied bestaat eigenlijk ongeveer 110 jaar. En in die 110 jaar heeft dit gebied zich, nou, zoals wij het hadden geanalyseerd, ongeveer 4-5 keer opnieuw uitgevonden. En dat zijn continu tijdsgeesten geweest. En ik denk dat we nu ook weer in een tijdsgeest zitten waarin dit gebied zich opnieuw moet heruitvinden. Maar als je dan terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat er zoveel mooie voorbeelden in dit gebied zijn van vernieuwende en experimentele stappen die zijn gemaakt, die uiteindelijk goed zijn uitgepakt. En ik denk dat dat ook de zoektocht is van alle partijen die nu in dit gebied zitten, in de hoop en de zoektocht van, hey, dit gaan we hier ook doen. En wij hopen dat daarmee ook, zeg maar, Rotterdam een stuk, of dit stuk van Rotterdam, ook een stuk is wat nog nooit eerder vertoond is, nog niet gekend is. Maar goed, daar zitten wij middenin en daar genieten we ook vol plezier van, want ja, dat gaat de aankomende 20 jaar door. Hier zie je ook een prachtige maquette, dat is nog op de Koolsingel van eigenlijk ons gebied. Dat was tijdens de wereldtentoonstelling, was toen baanbrekend dit gebied. Nou ja, goed, ik ben opgegroeid hier in Rotterdam, toen was dit gebied totaal niet meer baanbrekend. Maar ik denk dat we langzaam weer teruggaan naar die tijd dat ook MVH weer baanbrekend zal zijn. Heel klein tipje van de sluier. Want ja, we vinden dit gebied zo fantastisch. En ook in de gesprekken met alle partijen is het zo interessant dat wij ook maar door zijn blijven studeren. Over van, ja, hoe zitten de typologieën in elkaar? Zie je ook eigenlijk van ja, je kunt het hebben over, nou, MVH is zo groot als een stadscentrum, maar MVH bestaat ook wel weer in verschillende zones die door de tijd heen om bepaalde redenen zich zo ontwikkeld hebben. Gewoon vanuit pure enthousiasme en interesse zijn we dat in kaart gaan brengen. En nou, hopen we vrij snel met iedereen te delen, want zeg maar deze kennis is gewoon, ja, fantastische energie en munitie om mee te nemen in het vormgeven van het nieuw stukje toekomst van MVH. Want dat is uiteindelijk ook heel interessant dat wij 6 jaar geleden in dit gebouw zijn gaan zitten. Samen met iemand van de gemeente hebben wij toen een soort waardeonderzoek gedaan. En zijn we erachter gekomen dat dit toch best wel een... interessant gebouw is, ook architectonisch. Hij is net sinds een maand of 4 dus ook gemeentelijk monument geworden, omdat we hem hadden voorgedragen. Dit gebouw is gebouwd voor de Vanellenfabriek. Dat was een van de eerste betonconstructies. Maar eigenlijk, hoe langer we hier zitten en zijn gaan doorstuderen, ga je ook analyseren van ja, waarom zijn dit soort typologieën nou in elkaar gezet. En dan zie je dus ook heel mooi dat dit is een van de veemgebouwen waar een soort hele structuren waren van hoe eigenlijk de goederen vanuit de zeehavens naar de binnenhavens gingen. Bijna een soort gelaagde stad. En dat is eigenlijk ook wel weer een stukje wat wij nu met dit gebouw doen en hebben gedaan. Ja, ik zei altijd als grap, want we hebben heel hard geklust met z'n allen om hier naartoe te gaan. Dit gebouw vroeg continu ook van,
gebruik me weer, gebruik me weer. Nou, we hebben dit gebouw weer in volle glorie bemand. De buitenkant gaan we de aankomende jaren starten, maar het hele gebouw zit weer bruisend vol met allemaal bedrijven. En die wordt weer echt gebruikt om een mooie connectie te maken met de stad. En dan hier daar ook wat beelden van, een mooie diversiteit van verschillende bedrijven. Een mooie asconnectie. Een van de laatste stappen die we nu gemaakt hebben, is eigenlijk de begane grond. Waarin we een groot deelkeukenconcept in samenwerking met Food Union, met alle bedrijven vanuit de kelder. Waar we weer echt een connectie maken tussen alle bedrijven, maar ook tussen het gebied. Dus we zijn druk in gesprek ook met de voedseltuin van wat kunnen we met elkaar, wat kunnen we voor elkaar betekenen. En dusdanig eigenlijk ook het gaat allemaal om mensen. Het gaat om mensen die over dit gebied nadenken. En daar hebben we nu toch in dit gebouw een soort mooie samenstelling gecreëerd. Waarin die dynamiek op gang komt. Ik had dat al genoemd. We hebben eigenlijk met alle bedrijven rond de voedseltuin. Want die voedseltuin is uiteindelijk toch een hele belangrijke plek. Ook ruimtelijk gezien. Zijn we veel in gesprek van, ja god, hoe geven we nou met z'n allen verder vorm aan dit gebied. En daar zetten we ook sterk op in als Keilencollectief om daarin te faciliteren. Omdat wij heel erg geloven in een gebied wat in ontwikkeling gaat. Dat het belangrijk is om plannen naast elkaar neer te leggen. Te leren van elkaar, kennis in te brengen. En zo vorm te geven aan die grote opgave en die grote acht pijlers van het ruimtelijk raamwerk. Nou, hopelijk hebben we wat ruimte inderdaad voor vragen overgehouden. Er zijn in ieder geval twee nu, dus daar gaan we mee beginnen. De eerste van Marianne van der Zanden. 30 jaar bevroren huurtarieven, respect. Hoe is de verhouding verhuurbaar, niet verhuurbaar meter? En de plekken waar men samenkomt, zijn die niet verhuurd? De plekken waar we samenkomen, die zijn niet verhuurd. Je moet je voorstellen dat het gros van de middenstrip, dat is gewoon ons gemeenschappelijk domein. De bovenverdieping is daar wel een stuk van verhuurd, maar dat is dan weer verhuurd gedeeld over alle bedrijven die op de verdieping zitten. Maar relatief hebben we veel meters eigenlijk in de centrale ruimte die eigenlijk ons allemaal zijn. Ook om vast te leggen dat je moet met elkaar in gesprek over hoe je dingen doet. Hè? Dus het dwingt ook af van het is een hele mooie ruimte om allerlei dingen te gaan doen. We proberen heel erg te stimuleren van jongens, laten we vooral elkaar informeren, laten we dingen organiseren. Maar het is goed dat iedereen ook weet, ja dat moet ik wel even met alle andere Keilencollectieven overleggen wat ze ervan vinden. Dus dat zorgt ook wel voor dat je elkaar opzoekt. En dan de vraag van, wat is de verhouding verhuurbaar, niet verhuurbaar meters? De verhouding. Ik denk dat, moet ik even snel rekenen. Ik denk dat wij in 15% van het gebouw zeker, dat is niet verhuurd. Ja, dat is eigenlijk gewoon onderdeel van het hele collectief. Dus dan praat je wel over een 700, 800 vierkante meter, wat eigenlijk in het collectief gebruik is. Ja. Oké. Dan de vraag van Edith van Ewijk. Een duidelijk verhaal over een prachtig initiatief. Jullie moeten vast ook tegen barrières aangelopen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming. Je hebt toch ook te maken met vaststaande structuren. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Daar kunnen we zeker wat over vertellen. Want wat wij hebben gezegd toen we bezig waren met van goh, nou we willen graag deze plek borgen. Hebben ook gezegd van ja god, de voorwaarden vanuit het ruimtelijk raamwerk, ja daar zijn we natuurlijk uiteindelijk 100% mee eens. Van, we moeten verduurzamen met z'n allen. En wij hadden ook zoiets van nou dan moeten wij daar echt ook flinke stappen in gaan nemen.
dan is het ook een gemeentelijk monument. Dat heeft deels een beperkingen, maar goed, als je denkt in beperkingen, dan kom je nergens. Dus wij hebben wel nou, zeg maar met onze denkkracht die we hier in het gebouw hebben, en dat is dan het interessante, dat met een niemand die hier zit, meer de architectenbureaus, de urbanisten, we hebben natuurlijk wel onze kenniskunde ingezet om te kijken van ja, hoe kun je dat nou op een goede manier doen, zodat juist daar een goede balans komt, hè, respect voor het gemeentelijk monument, maar ook zorgen dat je grote stappen maakt. Hebben wij ook een perspectief neergelegd. Daar ben ik zelf persoonlijk ook enorm trots op. En mogen als collectief trots op zijn dat wij in die 3 jaar dat ook verder hebben uitgeschreven. En dat ook gemaakt heeft dat de Triodosbank heeft gezegd van nou, dit is wel heel bijzonder. Jullie model wat jullie doen is niet standaard. Dus dat was wel even een langer gesprek. We laten ook te horen gekregen dat wij als een van de voorbeeldprojecten die ze jaarlijks kiezen, ze kiezen maar 1 of 2, bij de Triodosbank geselecteerd waren en kondig zijn van hé, zo kan het ook. Hebben wij, zeg maar, sinds de koop hebben wij al een enorme stap gemaakt. We zijn van energielabel G naar energielabel A plus gegaan in 1 jaar tijd. Onze visie is ook van, je moet je voorstellen, dit gebouw is een gebouw waar een enorme dikke gasleiding binnenkomt. Het was echt het oude systeem. Wij liggen op koers dat wij over 1 jaar zo'n beetje helemaal van het gas af zijn hier in het gebouw. En dat we ongeveer over 3 jaar helemaal energie neutraal zijn. En dat kan dus. Ik denk als ik econoom zou zijn, dan zou ik het misschien niet altijd helemaal aanraden. Want misschien is het potentieel niet helemaal oké. Maar dat is het interessante, omdat wij dat als collectief doen en we borgen gewoon dat we allemaal onze lage huur houden, is natuurlijk de stemming ook gewoon van ja, maar joh, wij gaan gewoon die doelen halen. En dat gaat niet over van wat zijn de terugverdientijden. We moeten gewoon inderdaad iets aan die duurzaamheid doen. En het continu doorrekenen of het kosten technisch allemaal wel de terugverdientijden, eigenlijk moeten we daar ook maar eens mee stoppen. Ik las vanochtend de krant in de NRC. En als je dan ziet wat voor doelstellingen er worden gezet op duurzaamheid. Ja, dan staat er toch ook echt duidelijk dat in doorrekenplannen. Dat ze zeggen, joh, 2030 of 2040 moeten gewoon ook bestaande gebouwen energie neutraal zijn. Dan denk ik, ja, dan moet je dus echt morgen gaan lopen. Dat waren de vragen die we hadden. Ik heb het in de chat gezet. Ik heb eigenlijk ook wel een vraag aan jullie. Want ja, voor ons is het dus heel belangrijk om over het gebied te praten. Om belangwekkende onderwerpen die spelen, om die hier te laten landen. We zijn bezig met een nieuwe reeks van aankijken, maar het gaat natuurlijk sowieso over de toekomst. Dus mijn vraag zou zijn van wat voor onderwerpen spelen bij jullie waar je over zou willen praten en op welke manier zou je in gesprek willen gaan? Dus dat is, ik hoop dat iemand reageert. Zo niet, dan. Krijgen. Oh, krijgen we betaalbare woning in het M4H? Ja, dat is interessant. Dat is een interessant. Nou ja, het is wel interessant. Er is natuurlijk net, misschien hebben mensen ook de sessie van Isabel Vries gezien. En die heeft ook aangegeven, nou sowieso is natuurlijk MVA heel erg groot. Dus hoe de verhouding zal zijn sowieso qua wonen en werken. En wat voor type wonen kun je hier doen? Is natuurlijk ook juist weer de vraag van ja, hoe ziet de markt dat? Hoe zien we dat gezamenlijk? Maar ook de soort woningen, bijvoorbeeld een CPO, collectieve opdrachtgeverschap, waar in ieder geval ook in gezamenlijkheid bijvoorbeeld woningen gemaakt gaan worden. Ja, dat zou heel goed bijvoorbeeld in het gebied waar wij nu zitten een mogelijkheid kunnen zijn. Dus ik denk dat absoluut iets is wat de komende tijd ook
onderzocht gaat worden? Ik denk dat, je kunt het niet zeggen, maar ik zeg dan toch een ja, want dat moet. Hè? Ik bedoel, het is, staat nog niet in het ruimtelijk raamwerk, maar dat is wel de opgave in Nederland die nu speelt. Maar dat betekent dat, dat eigenlijk hetzelfde wat wij met dit gebouw hebben gedaan en met het Keilencollectief doen, je moet op een heel andere manier naar het economisch systeem kijken. Als wij in de gebaande paden blijven lopen waarin we nu zitten, ja, dan blijft het gewoon hetzelfde wat je iedere dag in de krant leest. En ik denk dat economisch systeem moet eens een keer om. Hè, die moet je op een andere manier gaan belichten, op een andere manier gaan bekijken. Dan kun je ook betaalbare woningen krijgen. Maar dan zul je toch wat meer in de coöperatieve en collectieve gedachten moeten gaan denken. En niet in de gedachte van, joh, ik wil een koopwoning. Want dan verdient mijn woning meer geld dan wat ik met mijn werk verdien. En dan ben ik straks binnen. Dat moeten we echt omdenken. Ja. Nou, wat ik wel zelf wel heel belangrijk vind, omdat ja, betaalbaar wonen is natuurlijk heel belangrijk. Maar weet je wat Volkert ook zegt, van moet ook niet waan van de dag dat dat opeens het allerbelangrijkste gaat worden. Ik vind zelf het interessante van de ambitie die neer is gelegd voor MVH. Dus die 8 gebiedsprincipes, dat die ook echt meegenomen worden. Dus dat in het gebied, misschien niet alle principes elke keer, maar dat daar zeker ook naar wordt gekeken. En dan dus inderdaad als basis collectiviteit, als basis voor circulariteit. Ik denk dat dat echt de manier is waarop we heden ten dagen een interessante en ook gemengde gebiedsontwikkeling gaan krijgen. Want als je maken en wonen samen wil hebben bijvoorbeeld, ja, dan moet je dat echt wel in gezamenlijkheid gaan doen. Want anders dan krijg je, ja, misschien wel nieuwe bewoners, maar als die eigenlijk niet aangehaakt zijn bij het gebied, dan gaan die toch zeggen van ja, maar ik heb nu last hiervan, of het is te veel lawaai. Je moet dat toch echt in gezamenlijkheid gaan doen. En die 8 principes zijn denk ik heel belangrijk en ook heel interessant hoe we dat met z'n allen kunnen gaan waarmaken. Ja, ik denk dat dat ook kan. Maar dat denk ik ook van, dan moet je echt ja, gewoon het economische systeem moet je deels aanpakken. Ja, want die zit gewoon heel scheef in deze wereld. De rijken die rijker worden en dat percentage wordt steeds kleiner. Die moet je omdraaien. Dan heb je ook weer de kans en de mogelijkheden om voor dit soort principes te gaan vechten. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting wat Edith van Eenwijk zegt. Ze zei van, nou, ik zou heel graag verder willen doorpraten. Wij willen dat ook graag, niet alleen met jou Edith, maar zeker met iedereen. Het zijn hele belangwekkende onderwerpen. Duurzame transitie is ongelooflijk belangrijk. En ja, het is in ieder geval onze intentie om niet te stoppen met het pand. Integendeel, eigenlijk is dat gewoon ja, de eerste stepping stone voor veel meer en vooral een betere en duurzame toekomst. Dus het lijkt me een hele mooie om daar nu mee af te sluiten. Er zometeen op het hoofdpodium komt een afsluitende keynote door Paul Smit en Arno Volkerts. En ik heb begrepen dat dat ongelooflijk ludiek is. Dus dank allemaal. En wellicht een keer weer aankijken of nou ja, sowieso met tijdenplan.